Hallo allemaal, het is weer tijd voor strips. En als je van dieren houdt, dan zit je helemaal goed. Want ik heb drie hele toffe strips die allemaal over dieren gaan. Die heel leuk zijn, die heel grappig zijn en ook wel een beetje spannend. Laat ik beginnen met Pol. Misschien ken je het wel als Beertje Pol. Want hier in Nederland wordt er een tekenfilmserie van uitgezonden. Ik kwam daarachter toen ik een keer een dagje vrij was. En 's ochtends bij het ontbijt een beetje aan het zappen was. Straks denk ik van, hey, dat is grappig. En ik heb hem even gekeken, want ja, ik was natuurlijk al benieuwd. En het is inderdaad gewoon deze strip. Vraag het maar aan je ouders. Die weten dat misschien nog wel, want Pol is al heel erg oud. Het is voor het eerst verschenen in 1951. En van 1951 tot 2005 zijn er allerlei boeken verschenen met de avonturen van Pol. Maar niet alleen Pol, maar ook zijn vrienden Schildje de Schildpad, Pel de Pelikaan, Pingo de Pinguïn en de admiraal die met z'n allen op de boot de Mary zitten en rondvaren en daarmee allerlei avonturen beleven. Nou, het leuke is even, en als je mijn video hebt gezien van mijn bezoek, of liever gezegd Lambieks bezoek aan het stripfestival in Breda, dan heb je gezien dat ik daar de tekenaar van deze strip ontmoet heb. Thierry Capazzone, een hele sympathieke man. Maar de oorspronkelijke bedenkers van Pol zijn Carla en Wilhelm Hansen. Nou, er is dus een nieuw duo, want naast Thierry Capazzone Per Sanderhagen, die is degene die de verhaaltjes schrijft. En Thierry Capazzone, die tekent ze dan. Nou, Per Sanderhagen, dat klinkt een beetje Deens misschien, hè? En dat klopt, want Carla en Wilhelm Hansen, dat klinkt ook een beetje Deens. En dat klopt, want deze strip vindt zijn oorsprong in Denemarken. En daar heette Pol Rasmus Klomp. Maar goed, wij kennen hem als Pol. In andere talen kennen ze hem bijvoorbeeld weer als Patsy. En zo heeft zo'n figuurtje allerlei namen. Nou, ik moet zeggen, het was ontzettend leuk om te lezen. Het is gewoon een heel leuk avontuur. Waar heel wat vindingrijkheid voor nodig is, wat heel erg leuk getekend is. In dit geval willen Pol met zijn vriendjes ergens naartoe, maar er zit een losse plank op de boot. En die zorgt voor heel veel ellende en zij moeten eerst die plank zien te maken. Maar daar hebben ze een spijker voor nodig. Ja, ze hebben geen spijkers. Nou, ze gaan op een zoektocht naar spijkers. Ze komen op een plaatsje uit, hebben ze daar spijkers. Maar dan hebben ze weer een ander probleem en dat moeten ze eerst oplossen totdat ze uiteindelijk dan, ja, die spijkers hebben, de plan kunnen maken en hun avontuur kunnen gaan beleven. Maar ja goed, ondertussen hebben ze natuurlijk al een heel erg tof avontuur beleefd. Als je van paarden houdt, dan mag je deze strip natuurlijk niet missen. Te paard! En er is inmiddels alweer het vierde deel van verschenen. Nou, ik heb daar de delen 1 en 2 staan. Ja, 3 heb ik helaas gemist. Maar ik heb inmiddels deel 4 wel. En ook dit is gewoon weer een hele leuke strip, waarbij het leven op de manege vanuit het standpunt van de paarden en ponies die daar zijn bekeken wordt. Maar het bijzondere aan dit album is heel eventjes dat er op de manege iets gevierd gaat worden. Allerlei activiteiten worden er gedaan waar natuurlijk alle paarden en ponies een rol in spelen. Dat op hun geheel eigen wijze beleven. En ook anderen laten beleven, want dat is ons. Ik was hem aan het lezen, ik heb echt meerdere malen echt ontzettend moeten lachen om de grappen die erin zaten. Wat dat betreft gewoon, is dit gewoon echt een heerlijke strip om te lezen. Weet je, dit zou echt niet een strip voor mij zijn, maar als ik hem eenmaal aan het lezen ben, dan heb ik toch zoiets van, het is gewoon ontzettend leuk verzonnen allemaal. Er zit natuurlijk een hoop slapstick humor in en dat maakt het wel weer heel erg tof, maar goed. Ik zeg al, hou je van paarden, ja, dan is dit echt een absolute must, want hij is gewoon heel erg leuk. De grappen van deze strip die zijn bedacht door Laurent Dufresnier en de tekeningen zijn van Miss Prickly. Ze maakt hele mooie tekeningen, een ontzettende leuke strip. Niet alleen voor paardenliefhebbers, maar eigenlijk gewoon voor iedereen die van een leuke, vrolijke, grappige strip houdt. Ja, en dan de laatste die ik had, en toch wel een beetje mijn favoriet, die bewaar ik dan tot het einde. En dat is deze, het derde deel van Enola en de Fantastische Fabeldieren. Het is een hele lange titel, maar het is echt een ontzettende gave strip. Ik vond vanaf het eerste deel was ik fan van deze reeks, gemaakt door Joris Chamblain. Die onder andere ook sinds kort de nieuwe avonturen van Yakari maakt. En de tekeningen zijn van Lucille Thibaudier. En ook zij maakt gewoon hele mooie, sfeervolle tekeningen. Alleen al
die eerste pagina, dan heb ik al zoiets van, wauw, dat ziet er gewoon heel erg mooi uit. Voor het geval je de reeks niet kent, hier heb ik de andere twee delen staan. Enola, die is een dierendokter. Maar niet zomaar eentje, de titel zegt het natuurlijk al. Op het moment dat je een fabeldier hebt waar iets mee aan de hand is, dan komt Enola in actie om te helpen. En in dit geval is er weer een probleem met een dier. Want dit album is getiteld De Kraken die een slechte adem had. Misschien heb je wel eens gehoord van een kraken. Misschien heb je ooit de Pirates of the Caribbean films gezien. Daar zit ook een kraken in. Zo'n reuze inktvis die schepen helemaal naar de bodem trekt. Helemaal kapot maakt. En de vraag is even, waarom doen ze dat nou? En dat is ook de vraag waar mensen in dit boek mee zitten. Want er is een kraken die allerlei schepen kapot maakt. De bodem intrekt. Nou, de mensen die gaan iemand erbij halen. Om een piraat om die kraken eigenlijk te verslaan. Want zij vinden het heel erg vervelend dat dat gebeurt. Maar gelukkig is Enola er op tijd bij. En zij bemoeit zich natuurlijk met de zaak. En zij geeft aan van ja, maar ho eens even. Dat gaat niet zomaar. Dat moet je niet doen. Want er is vast iets anders aan de hand. En zij gaat op onderzoek uit waarom die kraken dat doet. En natuurlijk gaat zij ook proberen om het probleem op te lossen. Nou, het zal je verbazen waarom die kraken dat doet. Alhoewel, de titel geeft je misschien al wel een idee. Maar goed, dit is absoluut een reeks waar ik ontzettend van hou. Hij is heel mooi, heel sfeervol getekend. Het zijn hele leuke verhalen, hele originele verhalen. Dus wat dat betreft, zeker een absolute aanrader. Dat waren ze dan. Drie toffe stripboeken over dieren, met dieren in de hoofdrol. Natuurlijk Pol en de Vulkaan. Te paard, het vierde deel, Hoef vind je het, die titels die blijven natuurlijk ook altijd heel erg grappig. En Enola en de fantastische fabeldieren en de kraken die de slechte adem had. Nou ja, zit er iets bij waarvan je denkt van nou, dat lijkt me wel leuk. Ga naar de stripwinkel of vraag je ouders om mee te gaan naar de stripwinkel. En ga één of al van deze boeken halen en ga ze lekker lezen. En ik kan alleen maar zeggen, ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en word vervolgd.